Hier, langs de Wassenaarseweg, aan de rand van de duinen, bouwden de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog allemaal stenen gebouwen voor de legering van hun manschappen. Uit de lucht moest het eruit zien als een gewoon dorp met verspreide gebouwen op veilige afstand van het vliegveld zelf. Ook na de oorlog werden deze gebouwen nog gebruikt door het personeel van vliegveld Valkenburg. Er was hier een kerk, er was een ziekenboeg, er was een theaterzaal en er waren gebouwen waar de mannen en vrouwen sliepen. Het is het oudste gedeelte van het vliegveld en een deel van die gebouwen staat op de nominatie om te worden gesloopt. Alle reden om eens te gaan kijken hoe het daar was, in dat grote dorp Valkenburg. Ja, het sociale leven in een hiërarchische maatschappij is best wel interessant. In de periode dat ik commandant was, was het, als ze hier in het kantoor kwamen, was het altijd u en commandant. Er werd daar niet getutoieerd. Dat hoorde ook niet, dat paste niet. Maar op het moment dat je toch in een wat socialere omgeving was, in de coolroom of in de, tijdens feesten en partijen, en soms ook nog wel eens in het vliegtuig zelf, dan vervaagde een beetje dat hiërarchische gevoel. En was je meer, werd je aangesproken op je functie dan op je rang. Maar op het moment dat er anderen weer bij waren, dan was het commandant en u. Eenmaal aan de bar was iedereen gelijk. Zo moet je het zien. En op het werk heersen de rangen en standen, maar eenmaal aan de bar was iedereen gelijk. Mijn vader was marinier. In 1977 kwam hij terug van Amerika en toen zei hij wat ik nou toch heb meegemaakt, vrouwen aan boord. Nou, dat was helemaal onvoorstelbaar, dus toen zei ik van oh, dat wil ik ook. Ik zeg, als het in Amerika is, let op, dan komt het ook in Nederland. Dus ik ben in 1978 naar de keuring gegaan en toen riep ik heel hard van ja, maar ik ga varen. Nou, ze verklaarden me allemaal voor gek, want geen vrouw aan boord en dat wilden ze toen ook helemaal niet, hè. Dus vooral niet operationeel, want de vrouwen heetten toen de Marva's en die waren alleen maar in ondersteunende functies. Hè? Als hofmeester, weerkundige, verbindelaar, telefonist, verpleegkundige, dat soort dingen. En ik ben hier begonnen in 1979 bij de verbindingsdienst, de algemene verbindingsdienst op het vliegkamp Valkenburg. Ja, als ik je vertel wat het inhoudt, moet ik je doden. Maar waar het op neerkomt is gewoon de telexverbindingen met alle plaatsingen over de hele wereld. En je vercijfert en ontcijfert berichten. Daar komt natuurlijk wel wat meer bij kijken. Maar verbindingsdienst is eigenlijk telexverkeer in vercijferde vorm. Het leven hier was als in een dorp. Mensen woonden hier gewoon. Mensen kwamen vanuit het hele land. En die waren door de week hier en die sliepen hier ook. En in het weekend gingen ze naar huis. Het sociale leven, dat was even wennen in die brakken, zeker 63, 64. Eén potkachel, voor de rest nergens verwarming. Douchen was er niet bij, overal koud water, van die wasbakken. Ik was toen kindsoldaat, zeggen ze tegenwoordig. Ik was 17 jaar. Dan krijg je een bed toegewezen en meestal is het dan alle dienstvakken bij elkaar toen de tijd. En dan moet je naar een barak toe en dan zie je dus gewoon 12 bedden staan met een kast en dat wordt dan jouw plek. Ik kwam hier als 17-jarige, dus heel jong natuurlijk. En ik kwam intern en dat was in de Marva-barak. We hadden in die tijd twee barakken, A3 en A4. En dat is alleen maar leuk en spannend. De oude kaart van het vliegveld. Ja, inderdaad. Ja. Die hing wel op meerdere plekken. Waar kun je aanwijzen waar we nu zijn? Nou, dat was de weg, hè, waar we tussen lopen. Longroom A3, A4. Ja. Nou, dit was de recreatiezaal. Kortom af naar recre. Hier mochten we gasten ontvangen. Met zitjes. Daar was ook een zithoek. Ja. En dat is wel een leuk weetje. We vonden het leuk om geesten op te roepen hier. Ja, want hier, dit is namelijk van de Duitsers vroeger, hè, van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus wij wisten dat die veel geesten rondspookten. En ook op mijn kamer hebben we dat een keer gedaan. En dan was het raam open en dan gingen opeens de gordijnen omhoog. Weet je wat, spook hier. Dus ja, we hebben echt wat dingen meegemaakt. Over gordijnen gesproken, die gordijntjes die je ziet hangen. Ja, die geruiten.
Die heb ik zelf gemaakt. Echt waar? Hè? Ja, van alle markten thuis. Hè. Dat deed ik samen met Nel, onze schoonmaakster hier, zeg maar. Die had een goede naaimachine, die kon goed naaien. In principe sliep je daar alleen, omdat er niet zoveel vrouwen waren. Dus we hadden vaak een eigen kamertje ter beschikking. Er stond wel een stapelbed op. En heel af en toe, en dan baalde er, kwam er iemand bij en dan moest je je kamertje delen. Maar wat was nou het punt? De meesten hadden wel een vriendje hier. En dan was het de sport om erin te komen. Nou, deze kamer 14. Kamer 14, pas op de... In ieder geval dezelfde gordijntjes. Hier rechts in de hoek stond een stapelbed. Yeah. Ik sliep natuurlijk onder en meestal sliep je alleen. En dan had je op het bovenste bed zo zeg maar een kleedje overheen hangen. Yeah. Want dan zag de provoost van de wacht niet dat er nog een jongen naast je lag of zo. Weet je wel. En ik zie hier trouwens dat mijn wattenstaafjes, mijn watten dingetjes hangt hier ook nog. Mijn D-mark-up. Ja. 'S Avonds hadden we een wacht. Die wacht die moest natuurlijk op toezien dat er geen mannen binnenkwamen, want die zat alleen maar daarvoor. We hadden in die tijd ook nachtpassagieren. Dat wil zeggen dat als je nog geen 18 was en geen toestemming van je ouders, moest je om 12 uur terug zijn. En dat werd dan gecontroleerd door die provoost van de wacht. Dus ik was als enige eigenlijk, mocht ik niet nachtpassagieren. Dus dan gingen we stappen. Gingen we naar de, tot 11 uur zaten we hier in de kantine en die ging om 11 uur dicht. Vooral ook voor de jeugd, hè, want die moesten natuurlijk om 12 uur alweer op bed liggen. Maar dan gingen we altijd naar Noordwijk toe. En dan scheurden we daar naartoe en dan zorgden we dat ik weer om 12 uur terug was. Dan ging ik onder het bed liggen, was ik net op tijd voor de provoost en dan kwam ze kijken en dan zag ze me liggen. Zei ik, nou je maakt me wakker. En dan was ze weg en dan kroop ik het raam uit. Maar dat kon heel makkelijk, want het zijn lage ramen in de barak. En dan kroop ik het raam stiekem uit en dan stonden ze me op te wachten op de parkeerplaats. En dan gingen we weer terug naar Noordwijk. En dan 's nachts weer terug natuurlijk. Maar ja, zo ging dat ook met de jongens. Die kwamen door het raam stiekem naar binnen. En als er dan controle kwam om het uur, dan werd die adem ingehouden. Dan kropen ze snel onder het bed. Dus het was een heel gedoe, maar wel spannend. Ze vonden het wel altijd heel leuk. Dat was ook zo belachelijk in die beginperiode. Dan kwam je hier op Valkenburg. En dan had je nog sloep naar de wal. Maar er is natuurlijk nergens sloep te bekennen. Als je aan boord van een schip zit, eens in het buitenland, ga je met een sloep naar de wal toe. De marine die hanteerde dat hier ook. En dan werd je dus, als je bijvoorbeeld een 5 uur weg wilde, nou, dan moest je aantreden. Dan werd je helemaal geïnspecteerd of je haar wel goed zat en niet te lang, schoenen gepoetst, et cetera. Je pet weer moest goed zitten. Nou, en dan mocht je na inspectie door de officier van de wacht, mocht je pas de wal op. Dan ging je naar Leiden toe. Dus, dat is ook helemaal ergens op. Het gevolg was dat er een heleboel mensen blind de wal op gingen natuurlijk. Dat noemen ze blind de wal op, want die proberen dan, zeg maar, dat loop naar de wal proberen ze te ontlopen. Of die klommen over het hek. En die mariniers, die bewaakten het kamp. Dus daar werd nog wel eens een spelletje gespeeld, marinier achter de matrozenhanden. Ja, ik ben wel eens gesnapt. En dan moest je verantwoorden voor de commandant. Dan kreeg je een bakkie, zo heette dat. En dan stond je daar. Heel gênant. Moest je jezelf verantwoorden. De commandant die vond het natuurlijk ook. Maar ja, je moest wel gestraft worden, want de regels zijn regels. Dan werd er gezegd, niet meer doen. Kreeg ik een potloodaantekening, zo heette dat toen. Dat bleef dan een jaar in je conduite, in je beoordeling staan. Na een jaar mocht hij eruit. Bij ergere overtredingen bleef dat gewoon staan. En daar werd je steeds aan herinnerd. Ja, iedereen accepteerde gewoon die strenge regels, want dat is wat militair zijn inhoudt. Hè, die strenge controle en dat toezicht en de regels. En dat was dus een kunst voor ons om daaraan te ontsnappen. Op
Op deze plek in het Valkenhorst Theater hadden wij allerlei soorten evenementen. We hadden dus een film die we één en soms twee keer per week draaiden. En dan ging de hele bemanning kwam hier zitten en dan werd de film gedraaid. Ik had toevallig ook die cursus gedaan, dus ik was eigenlijk de eerste vrouwelijke filmoperator. Films uiteraard. Er werden films gedraaid. Dat gebeurde nog wel eens. Dat de film brak. En dan ging dat met die rollen, hè, op die millimeter dingen. En die brak dan wel eens. En dan moest je heel vlug tijdens de film moest je dat gauw lijmen en plakken. En dan riep iedereen, fietsenmaker, naar boven. Dus ook naar mij, hè. Ik werd helemaal niet ontzien. Dus dat was altijd lachen en hilarisch. En dan moesten mensen weer een paar minuten wachten. En dan ging de film weer door. Zo ging dat toen, hè. Daar zijn we, Valkenhorst. De vloer, de magische vloer. Eens in de zoveel tijd moest hij altijd in de olie worden gezet. En ik zie nu dat hij heel erg beschadigd is. Ja. Ja, de tand des tijds. We hebben hier zelfs toneel gespeeld. We hadden eigen toneelvereniging hier van Valkenburg. Heb jij hier ook op de planken gestaan? Ja. Beentjes traden erop. De Marinierskapel met hun eigen bandje. Ja. En we hadden ook natuurlijk de Stielband van de Mariniers. Die begrip. Waren hier ook regelmatig te gast. Ja. Doe dat niet. Ja. Waar zijn we nu? Ja, dit is het filmhok. Het fietsenmakershok. Het fietsenmakershok. Ja. En waar zat je dan? Hoe zag het hier eruit? Ja. Dan ging de camera. Oké, ja. Het beeld hier. Zat hier, ik hiernaast. Want hier stond de projector dan? Ja, hier. Ja. En dan kon ik zo kijken. Ja, hoeveel mensen er in de zaal zaten, of ik al kon beginnen. Ja. Dat het binnen is. En dan zwaaiden ze soms van, oh, mediadienst. Ja. We organiseerden ook feestjes. We verzonnen gewoon iets, weet je wel. Wie zijn er allemaal jarig volgende week? Oké, dan hebben we nu een feest. Die mensen zijn jarig, groot feest, bla bla. We hadden ook carnavalsfeesten hier. We hadden eigen bloemencorso-feesten. Ja, verzin het maar. En we organiseerden dat zelf. En we hadden hier ook veel reunies. Omdat ik hier bij Bureau Oosno heb gewerkt, organiseerde ik ook reunies. En dit was zo'n geliefde locatie dat de mensen vanuit het hele land hier naartoe kwamen. Want ze hadden gewoon gehoord dat het hier gezellig was. En alles kon. Want je hoefde maar te bellen. Ik zei, ja, regel ik wel. En dan regelde ik de Stielband van de Mariniers. Nou, die waren hier vast klant. Die vonden het gezellig, hè? Dus dat gebeurde allemaal hier. Met ook exposities en zo van de reunisten uit Nieuw-Guinea bijvoorbeeld. Dat werd allemaal hier in het Valkenhorst neergezet. Dus dat kon allemaal hier gebeuren. Er kwamen artiesten kwamen er. S'avonds, Herman van Veen bijvoorbeeld, kan ik me nog herinneren, in zijn beginperiode. En er kwamen er ook nog bands. Dat was best leuk. Wat ik van de feesten vond, het is niet echt mijn stijl. En Waldo draaide hier de plaatjes. En hij was zo geliefd en bekend dat iedereen uit de omgeving hier kwam feesten. Dus we hadden ook regelmatig de verpleegsters uit Leiden. Uit de ziekenhuizen. We hadden hier nou eenmaal een tekort aan vrouwen. We zaten hier met niet, maar misschien 30 vrouwen. Hè, op, wat zal het zijn, 1100 man of zo. En werd ook aan... mijn taak was ook, Miri, regel jij even vrouwen? Nou, en dan belde ik het ziekenhuis weer. Zeg, dames, we hebben volgende week weer een feestje. En dan kwam er weer een bus met verpleegsters hier binnen. En die kwamen hier allemaal stappen, weet je wel. Wij wilden graag naar Noordwijk, maar de mensen van Noordwijk en omgeving wilden graag naar Valkenburg komen, omdat we zulke goede muziek hadden en het was gratis. En het bier was natuurlijk heel goedkoop. De bar. Bar. Ja. En waar stond je de meeste tijd, aan de voorkant of de achter? Nou,
Aan deze kant, hoor. Aan deze kant, ja. Hier stond onze platenhoek. Platenhoek? Ja, hier was de DJ. Ja, onze dus, DJ. En als gedanst werd, was dat hier? Dat was hier gewoon. Ah, niet in de feestzaal, dat was gewoon hier in de bar. Hier, ja. Hier werd gedanst. En hiernaast, dat was echt voor grote feesten en partijen. Hier zaten we gewoon s'avonds aan de bar. Ja. En daar de DJ, en dan dansten we hier, hè. Dus jij hebt hier ook heel wat uurtjes doorgebracht. Ja, maar een beetje anders, hè. De blacklight schakelaar. Zie je, die hadden we hier ook, ja. Als we het dan gezellig wilden maken. Dan was deze knop. Maar we hadden hier dus meerdere verblijven, zo heet dat. Dus Valkenhorst, de kantine, was eigenlijk voor de manschappen. Maar iedereen was welkom. Je moest officieel worden uitgenodigd, maar iedereen was wel eens door iemand uitgenodigd. Dus dat maakt niet uit. Daarnaast had je dus de longroom. Dat was speciaal voor de officieren. Daar mocht je dus niet zomaar naar binnen, tenzij je was uitgenodigd. Dat was een beetje stijver. En de onderofficieren, dat was de gouden bal aan de overkant van de weg tegenover die marmerbarakken. Nou, daar zaten de rangen van sergeant tot en met adjudant. Die hadden hun eigen barretje en hun eigen zaaltje. Maar goed, daar werden ook uitgenodigd. En die kwamen ook hier. En je had, en dat was de beruchtste, het korporaalsverblijf. We hadden een grote sportschool. Er werd ook veel gesport met z'n allen. En we nodigden ook allerlei teams uit. Dus we gingen tegen andere ministeries sporten. Als de NWKV sportig was, was het één grote happening waar iedereen aan meedeed. Er werden ook wel vreemde stunts uitgehaald. Ik weet goed dat een het veiligheidscentrum Theo Geitenbeek daar werkte. En dat was een fanatiek fietser. En dan moesten ze over een sloot inrijden met de fiets. En toen hadden ze in plaats van die balk waar hij overheen moest rijden, hadden ze gewoon gras neergelegd. Dus die kwam er aanrijden en die reed zo die sloot in. Dat was wel een koddig gezicht, maar veilig was het eigenlijk niet natuurlijk. Maar de sport daar, ik heb ook heel veel gesport hier zelf ook. Onder andere een keer met kogelstoten gewonnen, sporten. En ik heb een hele hoop gebadmintond bij de marine. Onder andere met Meri van der Laak zijn wij toen een keer kampioen geweest in de mixdubbel. Jouw kantoor. Ja, zo, klinkt hol, helemaal leeg. Ja, helemaal leeg, ja. Inderdaad. Maar de kapstok hangt er nog. De originele kapstok. Kijk. Hey, waar stond jouw bureau? Daar, precies daar. Voor het raam? Voor het raam. We hadden twee bureaus. Voor het eerst hadden we onze, nou ja, mid jaren 80 was dat de computer, hè? Die de computer. De computer kregen wij hier. Eerst moesten we alles met de hand doen en zo, de typemachine. En daarna kregen we een computer. Maar ja, we wisten helemaal niet hoe dat werkte. Ja. Maar, dus daar deden we niet zoveel mee. Die had een aparte tafel hier. Ja, jullie hadden een bureau en dan was hier de computer. De computer. Ja. Wat leuk. Die heb ik nog gemaakt. Echt waar? Op de computer. Die grote computer, ja. Die grote computer. En dat ging ik allemaal uitproberen. Dus dan ging ik allemaal van die naamplaatjes maken. Ja. En dan daarna plastificeren. Nou, en hier hangt er nog eentje. En wat is de Curaçaozaal? Ja, dat was de vergaderzaal. Die kon gewoon iedereen huren. Tenminste, je belde even naar Ozeno. En dan kon je daar even terecht, een uur of twee uur. Maakt niet uit, dat noteerden we gewoon. Eigenlijk had je bijna iedere week hetzelfde. En dat was maandags was dat de nasi of bami. En dan soensdags had je de blauwe hap en dat was dus een rijsttafel. En we hadden hier op Valkenburg uitstekende koks die dat perfect konden. Ja, de blauwe hap, dat is de hele wereld door bekend. Hè? Op woensdag en op maandag trouwens ook. Woensdag is de rijsttafel natuurlijk. Waar je ook geplaatst was, op woensdag was uitgebreide rijsttafel. Dus wilde iedereen al om 11:30 aan de bar hangen. Hè, een biertje drinken vooraf, want ja, bier moet bij rijsttafel. In de opleiding op Gilserijen, daar waren de verkeersleidingsopleidingen.
En dan kwam ik bij de luchtmacht. Nou, dat was een drama, dat eten. En als je dan bij de marine kwam, ja, het is gewoon geweldig goed eten. Dan kwam bijvoorbeeld mijn chef om 1:30, 2:00 als een kegel langs mijn barak lopen. En alleen op woensdag zag ik hem dus. En dan kwam hij helemaal dronken aankloppen. En dan begon hij over mijn meiden, dat ik ze in het gareel moest houden. Voor de rest hoorde ik nooit wat van hem door de week. Alleen maar op die woensdag. En dan zei ik bijvoorbeeld, ik doe geen zaken met dronken mensen. Komt u maar terug, als u nuchter bent. Ja, dat is natuurlijk not dom. Dat doe je niet, dat mag niet tegen de militaire meerdere. Dus dan verlies je het toch. En dan stond ik weer bij de commandant. Dan had ik het weer gedaan, in subordinatie. Het was trouwens wijd en zijd bekend, want later toen ik hoofdverkeersleiding was, toen kwamen er nog wel eens mensen bij me. Van, kan ik dat en dat doen? Nou, onder andere, het zal het voorbeeld geven, van die arrestatieteams van de politie uit Den Haag. Commissaris, die belde mij op van, heb jij ruimte om die arrestatieteams te herbergen? En dus ik zei, nou is goed, ik heb al een taxibaan over waar jij kan oefenen. Ja, maar kan het een woensdag? Ik zeg, oh, jullie hebben zo'n lekkere rijsttafel. Ik zeg, ja hoor, geen probleem. Het gevolg was dat we eens in de zoveel tijd hadden we een paar van die arrestatieteams hier op bezoek. En lekker rijsttafelen natuurlijk. Het is heel leuk om hier terug te zijn. Vooral ook omdat er zoveel veranderd is. Maar ja, wat wil je nou al die tijd? Alles is begroeid, letterlijk. Het is verslonst, vervallen. Ik herken nog maar heel weinig. Want zelfs de gebouwen die er staan, zien er toch, voor mijn gevoel, anders uit. Vooral ook hier omdat er een theaterhangar is. Nou, dat was vroeger gewoon onze hangar, hè, waar de vliegtuigen in staan. Heel gek om terug te zijn. Maar niet zoveel veranderd dat ik toch niet mijn herinneringen kan herleven. Weten de onderzeeboten dat wij er zijn, ja. Wij zijn ervan uitgegaan dat ze dat weten en ze kunnen het horen. Oh, maar want er zat hier iets in, dat is nu ja, weg. Ja, die is nu weg. Hoe gaat die nou uit? Maar ik was wel de eerste vrouwelijke tactische coördinator. En wat ik heb begrepen was dat ook wereldwijd. Maar jij kwam nooit voorbij deze deur? Nee. Want, zullen we dat nu wel eens doen? Ja, leuk. Ja, daar bleek echt de befaamde onderzeebootkapitein van de Russen aan boord te zijn. En ik begon al te beven van, ik weet niet of ik zoveel zonneboeien heb. Ik dacht, nou, no guts, no glory. Ik weet waar je naartoe bent gegaan. Dit is gaaf, toch? Het was dus best een bijzonderheid dat Nederland eigenlijk dit had gedaan.